Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog hier op dit kanaal. En vandaag ga ik natuurlijk weer een lekker vlogje voor jullie doen. Het is vandaag vrijdag, dus dat betekent dat het de eerste kerstdag is. Mensen, ik wil jullie allemaal een fijn kerst wensen. Deze vlog komt natuurlijk op een zondag online. En dan is het natuurlijk al kerst geweest. Dus ik hoop allemaal dat jullie een fijn kerst hebben gehad. Ik in ieder geval heb nu mijn eerste kerstdag en ik heb het behoort naar mijn zin. Ik heb al wat mooie cadeautjes gekregen. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Maar mensen, vergeet natuurlijk niet de video te liken. Abonneer op dit kanaal. Want we gaan richting die 1500 subs. Boys, laten we dit nou eventjes halen, man. Kom op. Moeten we die 1500 subs halen voor het einde van 2020? Dus mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. En ga eventjes lekker deze vlog kijken. Ik weet niet wat ik allemaal aan het lullen ben. Ik ben een beetje hyper. Ik zal eventjes mijn cadeautjes aan jullie laten zien. Oké, mensen, ik zit hier in mijn kamertje. Dit is binnenkort bij niet meer mijn kamer, want ik kom eigenlijk niet zoveel hier. Dit is bij mijn moeder. Ik woon eigenlijk een soort van permanent in Horen, omdat ik daar al mijn shit heb, snap je? Ik heb al mijn spullen in Horen, ik heb mijn sport in Horen, ik heb mijn vrienden in Horen, alles zit van mijn Horen. En ik woon deels in permanent, daar bij mijn moeder, dus meestal 1 of 2 dagen in de week ben ik hier. Maar eigenlijk woon ik permanent in Horen. Maar in ieder geval, ik ben hier vandaag voor natuurlijk de eerste kerstdag. En ik heb wat leuke cadeautjes gekregen. Mensen, voordat je deze video gaat kijken, ik ben 18. Dus ja, er komt ook wat drank natuurlijk in voor, want dat heb ik gekregen. Ik ben 18, ik mag natuurlijk drinken. Wat ik ook wel leuk vind om te doen af en toe. Dus ik heb een fles. Kijk eens, Bacardi gekocht. Pap, als je dit thuis kijkt, af en toe drink ik wel eens een glaasje. Maar dat weet je ook als het goed is, heb ik wel eens tegen je gezegd. Ik heb ook nog wat leuks gekregen. Dit gaat zeker een kwaliteit zijn. Een kwaliteitsverbetering zijn in de vlogs. Binnenkort komt die video ook online. Ik ga binnenkort namelijk een camera kopen. En daar wordt een leuke twist aangegeven. Althans kopen. Je gaat het nog zien op mijn kanaal. En daarvoor heb ik alvast wat producten binnen. Dat ga ik jullie zo laten zien. Eerst kom ik even verder terug bij 2 PlayStation-bonnen. Eentje van mijn zusje van een tientje. En zoals je ziet, ook nog van €50, mensen. Ik ben echt verwend. Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou krijgen, eerlijk gezegd. Ik denk, ik ben blij met het hoofdproduct wat ik heb gevraagd. En dat ga ik je nu even laten zien. Ik ga het er even bij pakken. Mensen, ik heb het hier in mijn handen. Maar voordat ik je laat zien, is dit het product wat ik heb gekregen. Nu een pantoffels. Ze zijn van mijn moeder, maar ik heb ze gestolen. Nee, dat is een grapje. Maar mensen, dit gaat een kwaliteitsverbetering zijn, 100%. Voor bijvoorbeeld Q&A's in een video, voor alles in een video. Dit is echt top. Ik ben hier echt heel blij mee. Zoals je ziet is het een zak. Cool, hè? Nee, maar mensen, als je deze zak opent, dan zie je een statief. Jawel. Jongens, zoals je ziet heb ik een camera statief gekregen. En dit is hartstikke tof. Ik maak natuurlijk wel eens Instagram foto's voor mijn Instagram. Staat een linkje in de beschrijving. Volg me even. En daar is het best wel handig om zo'n ding te hebben. Dus dan zet ik mijn camera erop. Even wat foto's maken. Even passeren. No flexing. En ja, het is natuurlijk ook handig voor het vloggen. Het is gewoon handig. Het is gewoon echt handig. Je zet je camera neer voor bijvoorbeeld een Q&A. En je hoeft hem niet meer de hele tijd vast te houden. Hij staat op een perfecte angle. Je hoeft hem niet meer bij te stellen. Hij is trouwens 1,50 meter, 1,5 meter. Dus hij komt ongeveer tot hier bij mij. Want mijn hoofd is best wel groot. Ja. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon een topding. Gewoon een topding. Gewoon handig om te gebruiken. 1,5 meter groot. Kun je je camera opzetten. Ik heb die camera nog niet. Maar wat ik zeg, die komt er echt snel aan. Ik zeg binnen nu in een maandje. En ja, dat is... ja, hier ben ik gewoon heel, heel erg blij mee. Mensen, Miel! What's poppin', bro? What's up, man? What's up? Ik ben weer met Milan natuurlijk. En we lopen momenteel door een parkje. Hey Milan, hoe noem je Mark Rutte als hij aan het inparkeren is? Park Rutte. Ha, leuk, leuk Mello. Mensen, zijn we weer. Nee, ik heb niet weer een grap bedacht, maar vanavond gaan wij een serietje kijken, Miel. Ja jongen, die is echt fucking die is gewoon goud. En wat zeiden we net, er zitten een paar dapen in jongen. Ja. De serie heet Chuck in ieder geval.
En de mensen die daar in zitten, die spelen het zo goud. Er zitten een paar shonies bij. Ja, Miel, vertel jij het even, gast. Ja, er zit een, het gaat over iemand die heeft een computer van de overheid in zijn hoofd gekregen. En daar komt er echt een sexy chick in voor. Een hot as fuck, is blond. En een andere dame van de NRC. En ja, het is één. Het is gewoon goud. We gaan jullie sowieso vanavond meenemen. Maar het is echt oprecht gewoon goud. Die gasten die zijn zo droog, droge humor in voor. Daar zijn we allebei wel van en we gaan altijd helemaal stuk. Dus vanavond gaan we even naar een paar afleveringen van kijken. Nu zijn we in ieder geval onderweg naar de supermarkt. En ja, dat is dus wat we nu eventjes gaan doen. We gaan even inslaan. We moeten nog even wat dikker worden. Let's go. Oprecht, we zijn net even geweest. We voelen ons echt de man met onze kinder, Champy. Koude hart. Ja, deze AMG. Let erbij. Ik ga het even aan hem vragen. Wacht. Yo, kun je even reffen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, hij is nog wel koud. Oh, ja, is goed. Jongens, twins. Hoi, later man. Hebben we gefixt, jongens? AMG'tje. Ik zag gewoon rijden. En ik zag al die S-line erop staan. Ik denk, let's go, we gaan het even aan hem vragen. Maar in ieder geval. Oh ja, hij filmt wel. Oh, ik was even bang dat hij niet had gefilmd. Maar in ieder geval, zoals je ziet, we hebben onze kinder champagne. Ik ken deze man niet eens. Waarschijnlijk heeft hij best wel wat Albanese. Maar. Even kijken, hè? Ja, kijk jij maar eventjes. In ieder geval, twins op YouTube, twins.tv. Hij rijdt in ieder geval AMG. Goed gedaan, maat. En ik denk dat hij wel wat subs heeft. Maar in ieder geval, we gaan hier even die champagne poppen. En we gaan even kijken hoe dat gaat aflopen. Dus let's go. Mensen, we hebben hier de fles. We gaan hem even openpulken. Maar niet naar mij toe gaat. Nee, is goed. Je moet wel wat verder staan, denk ik, man. Zoals je ziet, hij begint lekker te koken. En ik ben echt bang. Je moet ook niet opvolgen als je kan. Nou. Echt zo lastig. Ja, daar komt hij. Harder schudden. Schud nog even. Poppan, komt hij. Hey. Gelukkig nieuwjaar. Nou, wacht. Let's go. Champagne for days. Hij is alweer bijna op. Alles is loesoe. You know how it is. Zoveel schuim zit erin, jongen. Dat is niet normaal. Nou boys, we hebben gepopt. Let's go. Oké mensen, het is een nieuwe dag. Het is zaterdag vandaag. Ik moet zo eigenlijk weg. Ik moet zo werken. Maar mijn kamer, die heb ik natuurlijk al aan jullie verteld. Dat wordt niet meer mijn kamer. Dat wordt de kamer van mijn zusje. Dus we hebben vandaag in de ochtend mijn bureau weggehaald. Maar nu, dag Milan. Laten we het bureau gewoon eventjes gaan slopen. Want dit moeten we eigenlijk uit elkaar trekken. Maar Milan zag, Milo, pak je camera erbij. En dan gaan we deze even uit elkaar trappen. Dus dat leek wel leuke content. Dus daar ga je nu naar kijken. Het is sowieso wel het einde van de vlog een beetje, want ik heb niet meer echt iets te filmen. Het is een kort vlog geweest, er is wel altijd wat gebeurd, dat is wel nice. En ik denk dat Milan hem gewoon even uit elkaar gaat chasen. Miel. Ja, kan ie? Ja, let's go. Hop, dat was best wel simpel. Ja. Holy shit. Gaat er gewoon zo erin. Ik dacht, hij is wel zwaar, maar dat valt wel mee. Dat was easy. Ja. Letterlijk. Holy shit. Bam. Goedemorgen. Fijn weekend. Fijn weekend. Hoppak. Oude bijna meteen. Sorry. Kan niet uit. Wat gebeuren? Nou, hij is waar toch. Hij is uit elkaar, hè? Ja. Wat een puin ook. Nou, dat is knap.